Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe serie eigenlijk. Welkom, Elm Creek is klaar en ik heb een gastje meegenomen. Hallo schat. Gastje. Mijn gastje. Hallo. Hallo kijkertjes. Even voor de duidelijkheid. Rosa zou af en toe meedoen in deze serie. Het zal niet altijd zo zijn. Ze weet de weg, ze weet hoe het werkt. Dus ze weet de weg, maar ze zal er niet altijd bij zijn. Maar allereerst wat de bedoeling is van deze serie. We hebben 3 trekkers, we hebben minimale kleine machines en we hebben €0 gehad. Dus wij moeten ons omhoog werken met de spullen die we hebben. Ik ben benieuwd hoe mijn geduld daarin is. Ja, maar ik zal je eerst even laten zien. We hebben hier allereerst 3 trekkers eigenlijk. Welke vind je het mooist? Deze. De Nieuw Holland. Deze. Is mijn trekkertje. Is jouw trekkertje. Zoals jullie kunnen zien jongens, is het zijn wat oudere trekkers. We hebben er 3. We hebben de Deutz Agrostar. Met het fantastische mooie geluid. Het originele geluid trouwens ook. Lelijk ding. Of de Fiat Agri en de oude Nieuw Holland 8670. Hoe is? Deze heb ik ook nog. Deze heeft Ariel Nok, hè, waar we toen de koetjes hebben gekeken. Die hebben we ook zo in. Mooi. Niet? Oh, ik krijg hem niet uit. Wat is dat nou weer? Dan moet je op enter drukken. Zo. En starten Nieuw Holland maar eens even. En alles werkt op het dashboard in die Nieuw Holland. Even kijken, hoe ga je ook weer erin? Met C. Ik heb zo lang geen farming meer. Nee, maar de bedoeling is jongens, zoals we het al over hadden, Elm Creek is afgelopen. Dit wordt de nieuwe map. We hebben €0. We hebben hier, nou wat ik net zeg, 3 trekkers. We hebben 1 voorladen. Die kan volgens mij alleen op de Deutz, dacht ik. Of op de Fiat. Dus niet op de Nieuw Holland. Als we hem nodig hebben. We hebben een kunstmestrooien. Dat is eigenlijk een iets te grote, maar dit waren de standaard spullen die er zijn. Hier in de oude schuur hebben wij nog een cultivator, een ploeg en een zaaimachine. En we hebben een trailer en daar moeten we het mee doen. En een combine hebben we trouwens ook nog, die zit hier achter. Hier zo, hier achter. Ook een oud ding. Dus we beginnen met 3 velden, ik zal het even laten zien. 3 velden, dat is veld 3, veld 2 en veld 4. Veld 4 staat niks op en veld 3 en 2 kunnen geoogst worden. Dus zeg maar schat, wil je gaan oogsten of wil je gaan inzaaien? Dan beginnen we daar allereerst mee. Ik ga wel inzaaien. Inzaaien, dan begin ik vast met... Wat mag ik gaan inzaaien? Doe maar wat, want we moeten geld hebben, dus... wat jij wil. Doen we hier de poort los? Ik neem de Nieuw-Holland. Doe dat. Maar welk veld? Want ik kan niet zien welk veld 4. Veld 4. Ik hoop dat die Nieuw Holland in die schuur past. Bedenk ik me nu. Zo, en we hebben ook een beetje de... Of ik heb eigenlijk een beetje de boerderij een beetje aangepast. Als jullie nog suggesties hebben jongens, laat dat eventjes weten. Een andere kunstmestrooien dat die misschien iets te groot is, dat we die gaan aanpassen. Noem maar op. En wat ik ook zeg, lukt het? Daarbinnen. Het kent net. Oh, dat scheelt. Dat scheelt. Dus nee, wat ik net zei, Rosa zou niet altijd meedoen. De allereerste aflevering natuurlijk wel. Want dat is gewoon leuk. En dan gaan we zien hoe ver we komen en hoeveel afleveringen we maken. Ik ben benieuwd. €0 dus gaat. We moeten ons helemaal van naar boven werken. Ja. Dat is ook nog een dingetje. Ja. Oh, wat krappe bedoeling hier allemaal. Ik kom er niet uit meer met die zaaimachine. Niet? Past er dit niet door de schuur in? Nee, de zaaimachine past er niet doorheen. We trekken wel. We trekken wel, maar de zaaimachine is net wat breder. En de trekker die past er nog maar net doorheen, dus... Oh jee. Hoe heb je deze hier binnen gekregen? Nou, die stond er al. Oh, ik heb hem. Ik wou zeggen, want hij stond er al. Hij stond er al in toen ik de map voor de eerste keer deed. Trouwens, dit is de map Hobo's Hollow. Het is een Amerikaanse map. Opnieuw, Elm Creek was ook Amerikaans. Alleen ik heb de Texas van gemaakt. Gewoon omdat het leuk is. De Circle C Saloon. Wat is handig om in te zijn. Ja, we hebben nog al 2 velden met sojabonen. Dus. Ja, wat een beetje lekker wat geld oplevert, denk ik. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel. Ik heb het al te lang niet meer gespeeld, dus ik weet... Doe maar... ja, wat we ook kunnen... Als we een beetje... We moeten sowieso eerst wat geld hebben, voordat we kippen of zoiets hebben. Dus doe maar... koolzaad of zo. Het levert nu een klein beetje geld op. Oké. En als ik straks volletjes zit, dan moet er een trilletje komen. Zo. Oh, ik moet vanaf de andere kant beginnen, bedenk ik me nu. En veld 2 is momenteel het grootste veld wat we hebben. Dus, en dan, ja, we gaan kijken hoe ver we komen met wat voor spellen en wat voor trekkers we komen. Oh, eens. Zo. Het licht alleen is een beetje vervelend, maar het kan ook komen door de zon die schijnt. Ja, dat heb ik ook. Ik zie het ook niet al te best. Nee, ik zie het niet zo goed. En volgens mij is het zelfs zo, die Nieuw Holland is de enige trekker met GPS, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik wou zeggen, ik heb GPS er ook plek aan. Ja, dan zouden dit, hoop ik, denk ik, de allereerste centjes zijn die wij vandaag gaan verdienen. Nou, ik ben benieuwd. Was die zuimtje al bijgevuld? Hij staat helemaal vol, ja. Oh, dat heb ik niet gedaan. Dat is netjes van ze. Het scheelt ons weer geld, anders hadden we die eens bij kunnen vullen. Ook nog een dingetje. Trouwens, wat wel allemaal aanstaat is gewasvernietiging. Dus als je door het gewas heen bonjour gaat, het kapot. Handig dat je het zegt, want ik was al bijna. We hebben een landbouwkalk staat aan, onkruid staat uit. Ik ben niet zo ver van onkruid en die stenen die staan ook uit. Dus, maar als jullie nog ideeën hebben, jongens, laat het weten in de reacties. Dan kunnen we er altijd even naar kijken. Of als je nog suggesties hebt qua oude machines of weet ik veel wat, waar we naartoe kunnen werken. Of wat ik net zei, dat die kunstmestrooien misschien veranderd moet worden. Omdat die eigenlijk is iets te gehoord. Ik wil eigenlijk een oud ding voor hebben. Maar ik ben benieuwd. Oh, wat rijdt dat ding traag, ja. Ik weet niet eens hoe ik die dingen zou krijgen. Oh, zo. Wat slecht, zeg. Die GPS bedoel ik. Ja, je hebt al een tijdje niet meer gespeeld, inderdaad. Oh, man, sky uit. Oh. Ja, en dit is ook gewoon... Kijk, we kunnen natuurlijk weer maar vanaf nul aan beginnen, zoals we altijd in No Man's Land hadden, maar dat... Nee, dat doen we niet. We moeten wel een klein beetje spul hebben. We beginnen met een klein spul. €0. En we moeten ons maar redden. En seizoensgroei staat trouwens ook uit. Dus we kunnen altijd inzaaien wat we willen inzaaien. Het is toch wel iets prettiger. Zo. Maar anders zit je elke keer, moet je weer wachten. Oh, je kunt dat pas in maart inzaaien. Voordat je wat kunt doen. Dus vandaar dat we het uit hebben gezet. Alleen het is wel jammer dat deze velden niet bemest zijn. Ik ga wel een beetje scheef, want ik zie het heel erg slecht. Ja, dus moet je dat ding achter jou wat naar beneden doen. Ja, dat heb ik gedaan. Ik ruik jouw brood. Ik heb het nog niet in de oven gedaan. Oh, wat ruik ik daar? Computer in de fik? Zo wordt het zijn. Ik ga het gelijk doen in de oven. Doe dat. Ja, ik had geen... Je krijgt die GPS niet aan, joh. Er staat de hele tijd maak of laat eerst een spoor voordat die stuurbegeleiding inschakelt. Ja, je moet met Ctrl-S, hè, moet je die Z-aanrichting dan op 90 graden. Ja, dat heb ik gedaan. Oh, en je lijn heb je ook aanstaan? Oh, dat is eruit. Anders wordt het een beetje lastig te zien. Ja, en deze Dominator, die staat ook in de ModHub. Al die, behalve de Deutz en de Fiat, die staan niet in de... ModHub, dan weten jullie dat vast. De Dominator wel, dus deze Combine. En de Fiat en de Deutz, die komen van modhub.us. En die Nieuw Holland, die staat ook in de ModHub van de game zelf. Of die ook voor de PS zijn, voor de PlayStation of de Xbox, dan moet je mij niet vragen, want ik ben geen expert erin. Dan moet je zelf even kijken of die er wel of niet in staat. We hebben ook geen lening. Ik zat op te denken om eventueel een lening al aan te zetten, zodat wij op die manier dat het wat moeilijker is, maar dat hebben we maar niet gedaan. Ik krijg die GPS echt niet aan, er staat de hele tijd hetzelfde. En je hebt hem wel aanstaan, Alt-C? Ja, als ik Alt-X wil doen om die dingen te doen, dan wil ik dat niet. Oh, dat is wel raar. Oh. Ja, Ja, ik, ik ben nog met het 1, 2, 3, 4, met het 5e rondje bezig. Ik ben nog geen 30% vol. Dat is wel jammer, want het is niet bemest. Maar ja, dat is ook weer een beetje de uitdaging, natuurlijk. En dan kunnen we wel eventjes een timelapse doen misschien, denk ik, schat, of niet? Is dat een idee? Ja hoor. Dan doe ik deze uit en dan gaan we eventjes het veld bemesten. Dus ik zou zeggen, geniet van de timelapse en we spreken jullie zo meteen. Ik zelf moet er ook echt aan wennen dat ik niet door het gewas heen moet rijden. Dat ben ik net al een paar keer gedaan, zoals je daar kunt zien. Daar moet ik ook even aan wennen. Maar we zitten nu 70% vol, dus laten we heel even het ding uitzetten. Juist. En lopen we eventjes naar de boerderij toe, even tussendoor. En dan pakken we de trailer. Want we hebben ook de kleinste trailer. Rosa die is momenteel nog aan het koolzaad zaaien. Het is gelukt om met de GPS aan de gang te gaan. Dus dat is hartstikke mooi. Gewoon omdat het kan, nemen we de Deutz meer. Hartstikke flats. Ik dacht, als ik me toch een keertje oude trekkers ga gebruiken, dan wil ik een Deutz Agrostar hebben. Dus heb ik eventjes gekeken of er ook daadwerkelijk een leuke Deutz Agrostar was. En dat was deze. Deze had goede reviews, goed geluid, alles werkt. En dan, niet allemaal van die rare poespas dingen. Want je hebt ook heel vaak dat je die Agrostars of andere trekkers of wat dan ook... Met allemaal poespas, met gordijntjes en weet ik veel wat. Een coolbox zitten in en ja, weet ik veel. Het is gewoon mooi degelijk. Alles werkt ook op het dashboard, zoals je kunt zien. Als ik mijn zwaailamp aan heb, dan zie ik dat de zwaailamp knippert op het dashboard. Als ik de lampen aan doe, dan werkt het allemaal. Dus dat is hartstikke mooi. En dat heeft die Nieuw Holland, waar Rosa mee bezig is, heeft dat ook. Als het goed is. Als je op home drukt, gaan de zwaailampen aan en dan zie je wat knipperen op je dashboard. Wat is home? Als het goed is, ja, home staat ergens rechtsboven. Maar ja, op de laptop is dat soms een beetje anders. Ja, dat is anders. Maar dat is niet zo erg. Nee, maar ook deze Nieuw Holland is ook heel erg gedetailleerd. En laat ik heel even die deurs anders uitzetten. Dan kun je het geluid van de Nieuw Holland ook even luisteren. Nou, geef maar gas, schat. Alle Nieuw Holland. Wacht even hoor, even de goed verstaan natuurlijk. Maar ik mag niet meer schrikken. Moet ik deze doen? Komt ie hoor. Ja hoor. Mooi oud trekkertie. Maar vind je hem niet mooi? Kijk, ik heb het gevonden. Ja, en als het goed is knippert ook een lampje op het dashboard, toch? Of was dat die Fiat? Eén van de twee was dat. Nee, niet bij deze. Oh, dat dacht ik wel. Nou, dan was dat die Fiat. Dus dat is de Nieuw Holland. Dan pakken we nou even de Deutz. Om de combine te legen. En misschien dat wij dan al de... We hebben trouwens de moeilijkheidsgraad. Daar wil ik ook jullie wel even voor vragen. Wat jullie het fijnste vinden. of eigenlijk het realistische vinden, de economische moeilijkheidsgraad. Moet die op normaal of moeilijk? We doen hem niet op gemakkelijk, maar op normaal of moeilijk. Laat even weten in de reacties. Je maakt het mij wel heel moeilijk allemaal. Nee, maar dat is de economische moeilijkheidsgraad is puur van hoeveel wij zeg maar voor de dingen krijgen als wij wat verkopen. Als we dus op moeilijk spelen, dan duurt het ook wat langer voordat we geld krijgen, zeg maar. En dan mogen de kijkertjes dat beslissen. Mogen de kijkertjes? Kijkertjes mogen dat beslissen. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Blijf een mooi trekkertje deze, die Agrostar. Ik vind er niks aan. Deutz is niet mooi. Niet? Nee. Dat vind ik niet lief van jou. Oh. Even, ik ben niet de enige die dat denkt. Ik heb vroeger ook altijd op deze trekker gereden. Die hebben ze nog steeds, deze. Aan een voemingwagen. Oh. Nou, cel eraf. Alleen heb ik het idee dat deze een beetje ingekrumpt is. Ingekrumpt, ingekromd, ingekromd, ingeprikt. Hoe heet dat? Hij is een beetje aan de smalle kant, zeg maar. Hij is een beetje in elkaar gedrukt. Maar dat kan ook aan mij liggen. Nou, ik ben bijna klaar. Kijk. En dan volgens mij... Nee, dit veld hoeft niet geploegd te worden. Oh, dat scheelt. Maar dan kunnen we die sojabonen eventueel verkopen. En dan kunnen we de kunstmeststrooien bijvullen. Met... dat we in ieder geval de eerste bemesting erop hebben staan. En het is een keer 4 map. Zo ziet de map eruit. Er zijn grote velden en kleine velden. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe deze serie gaat uitpakken. En Elm Creek... Elm Creek hebben we 72 afleveringen gemaakt. Nu alweer 72, ja? Ja. Jeetje, ik weet nog wel dat de game uitkwam, joh. Ja, dat zei ik ook. Van, ik kan me nog herinneren van hoe het er eerst uitzag en hoe het er nu uitzag. Ja, joh. Het lijkt wel gisteren dat we zijn begonnen met die serie. Dat is Sora. Ja, de tijd vliegt hoor, niet normaal. Ja, en de prijzen van alles tegen de hok. Laten we heel eventjes dit kopakkertje meenemen, want anders zit ik straks met hele zooitje de bomen. Zo. Kijk, het is natuurlijk niet zo, we hebben dan wel seizoensgroei uitstaan, maar het is natuurlijk niet zo dat we, als de sneeuw ligt, dat we daar gaan oogsten of zo. Dat, oh, jammer. Dat zou een beetje raar zijn. Het kan wel, maar het is een beetje weird. Wil ik dan eerst zo meteen, maar ja, of mag jij ook doen, die sojabonen verkopen, of wil jij even oogsten zo meteen? Als je daarmee klaar bent. Ja, we wisten wel even af anders. Ja. Dan verkoop ik die sojabonen wel even. We hebben in ieder geval een klein beetje geld en dan kunnen we in ieder geval de velden bemesten. Tenminste, dat hoop ik. 2 baantjes, dan ben ik klaar. Ja, ik moet nog een stuk of 4, 5. En dan is het veld eraf. Eerste veld, en dan moet veld 2 nog. Zo, nou, Rosa is klaar met het saaien als het goed is. Ja, klopt. Mooi. Ik ben nou met het... niet meer afgekoppeld, hoe moet ik hem afkoppelen? De koei was dat toch? Ja, maar... Hoezo met... Hè? Ik krijg hem ook niet meer omhoog. Gelukkig heb ik daar nodig. Maar, nee, op Q. Ja, hij wil niet. Oh, dat heeft ze niet gehoord. Heb ik wel gehoord. Oh. Maar je moet normaal dat ding toch omhoog kunnen, want dat was toch altijd met V of zo? Met V duurde dat ding omlaag en dan met Q, maar met G linksbovenin kun je zien wat je hebt geselecteerd, hè? Kan zijn dat je de trekker per ongeluk hebt geselecteerd. Oh ja. Zeg dat dan. Dat zeg ik toch? Nee, dat zei je niet. Nou, laatste paar meters van dit veld. Dan kunnen we in ieder geval de eerste sojabonen verkopen. Dan zet ik het veld op het, of de combine op het andere veld neer. Hoppakee. Nou, ja, mooi. Ik ga met de trekker op en dan ga ik wel even dat andere veld overstemmen. Ja. Ik moet even kijken waar de beste prijs is. sta niet tegen die rot Fiat aan. Groene dingen. Ja, zo zag Nieuw Holland er vroeg uit, hè? Oh, wel lekker ding. Vind je? Hij heeft ook nog wel een logo van Nieuw Holland, ja. Ja, klopt. Fiat was, ja, was eigenlijk de voorganger van Nieuw Holland. En toen is Fiat overgegaan naar Nieuw Holland. Oh, de trailer zit vol. Oh, nou dan ga ik het verkopen. Hij is toch hetzelfde gewas, dat is niet zo erg. Even kijken. Waar dit kunnen we dit... gedaan worden, maar er staat allemaal onkruid tussen. Ja, klopt. Maar dat is niet zo erg. Dat levert iets minder op, maar... Even kijken, wat hebben we eigenlijk? Sojabonen, hè? Waar moeten we dat verkopen? Bij de Dragon's Elevated Grain Silo. Is dat... Nee, niet. Reverend Grain. Als dat een ding is, doen we niet hoor. Een trein. Reverend Grain. Waar zit dat ding? Even kijken. 1208, ja. Locatie markeren. Waar zit dat? Helemaal onderaan in maar. Oh, dat valt mee hoe ver het is. Oké. Zwaailampje aan. En let's go. Dat valt wel mee hoe ver het is. Het is wel een best groot veld dit, veld 2. Ja, dat is ons grootste veld. Ik moet er wel even aan wennen dat het een schakeltrekker is. Dat gaat niet zo vlot. Tot zoetjes. Tot zoetjes. En als ik het goed heb, heeft de Nieuw Holland volgens mij 190 pk, dacht ik. Deze dus 100 pk en de Fiat 130 pk of zo. Dus we zitten wel onder de 200 pk. Dan kunnen we altijd, als we ooit een keertje geld hebben, kunnen we dat... kunnen we grotere trekkers aanschaffen. En dan hoop ik dat wij... Ja, dan krijgen we een kleine 8000 euro. Iets meer. En dan kunnen we in ieder geval de velden bemesten. En dan doen we dat wel even met de Fiat. Nou, hier naar rechts. En dan hebben we onze allereerste centjes. Yay! Oh my... Nou, ik schrok van die auto, jongen. Jeetje. Welke auto? Ja, er kwam in één keer een auto bij scheuren. Oh. Nou, eens even kijken. Hoeveel gaan we? Ik denk dat wij een kleine net onder de 10.000 euro zitten. Hoop ik. Ik ook. Ik ben benieuwd. Jee, euro's. Geld. Geld. Maar dat wordt direct weer weggehaald, want we moeten een kunstmest hebben. Ja, maar dit valt ook af. Ja, dat klopt. Nou, nou, nou. Jee, goed gegokt. 9681 euro. Fantastico. Nou, dan zetten we deze even bij het veld waar Rosa bezig is. En dan pakken we de Fiat. Die alle Fiat. Dat mooie ding. Ja, dan denk ik dat het die Fiat was die er geknipt heeft met dat ding. Maar ik vind altijd wel leuk, dat heeft niet elke trekker, dat heeft ook niet elke trekker in farming trouwens. Dat het dashboard allemaal werkt, dat je knipperlicht ziet, dat de lampen aan zijn en zo. Dat is allemaal wat realistischer. Dat vind ik toch wel... Nou, dan zet ik de trekker hier neer. Ik doe de motor ook even uit, schil de diesel. En dan pakken we de Fiat. Kijk, de puppik ook erin zit. Die knalt er niet met zijn kop tegen de dingen aan. Even kijken. Kunstmest strooien. Waar staat deze met knipperlicht? Nee, of was dit wel in Nieuw Holland? Nou, of ik heb niet goed gekeken, dat kan ook wel. Maar ik zag het in ieder geval niet. Ik dacht dat ik het zag. Of was dat een andere trekker? Nee, klopt. Ik zie het ook niet. Volgens mij had je het naar mij gestuurd op WhatsApp, dus kunnen we even kijken. Ik denk dat het die Deutz was, dat geknippen. Want als je bij de Fiat wel de zwaailamp aanzet, dan knippert het lampje wel. Even kijken, hoeveel liter doen we erin? Oh, daar gaat het geld alweer. Oh, god, god. 10. Dan gaat niet zo heel hard dat bijvullen, maar dat hoeft ook niet. Maar ja, eigenlijk is deze kunstmest strooien te gehoord. Dus dan moet ik er wel even een andere voor vinden. Als ik nu zo kijk, dat ding is bijna net zo gehoord als het is nog gehoord als de trekker zelfs. Laat ik 2000 liter in doen. We doen nog eventjes. Kost ook een bult geld, maar we hebben het wel nodig. Nou, een kleine 2000 liter kunstmest kost €3353. Doe maar duur. Maar ja. Dan kunnen we in ieder geval veld 4, want dat is al ingezuid. Dan kunnen we dat bemesten en dan doen we veld 3 er ook direct achteraan. Want voor mij moest veld 4 ook bemest worden, maar... Laten we dan wel even voor wat het is. Ik kan het ook lastig zien hoor. Aanzetten dat apparaat. Kijk, top. Maar dat was echt even struggelen hoor. Ik zat echt te kijken van, ja, we doen echt oude trekkers. Want er zijn in principe wel genoeg oude trekkers te vinden. Op de mod sites, modhub.us, kickmods.net of de modhub zelf natuurlijk. Op welke site je ook gebruikt. En deze map staat ook in de modhub. Nogmaals, of die voor de... Hoe is het hartstikke schreeuwen? Of die voor de PS4 is of de Xbox 4. Xbox 4? De PS4 of de PS5 of de Xbox One of whatever. Dat weet ik allemaal niet. Dat zouden jullie zelf echt even moeten kijken. Want ik ben echt niet thuis in dat soort dingen. Ja, dan is dit stukje klaar. Kun je de werkbreedte ook aanpassen? Nee, van dit ding niet. Dat is niet zo erg. Dan is dit veld in ieder geval al bemest. En dan het andere veld nog, veld 3. En dan zouden we daar eventueel ook alvast in kunnen zaaien. Of in ieder geval een begin maken. Nou, alle 20 velden zijn bemest. Ik heb wel een klein stukje overgeslagen. Omdat het toch allemaal best wel wat kunstmest kost. Dat is een heel klein strookje wat ik niet heb gedaan. Maar goed, daar staat alles is. En dan moeten we alleen even kijken. Want ik weet niet. Jouw veld was bemest toch, schat? Of niet? Of bemest bedoel ik. Ik bedoel geploegd. Oh, dat weet ik niet. Dit veld waar ik nu op rij bedoel je? Nee, wat je net ingezet. Voor mij was dat geploegd. Oh, dan moet je echt even kijken. Ik zou het echt niet weten. Volgens mij wel. Ja, ja, dat was geploegd inderdaad. Laat maar, jawel. Want die saaimachine, wat is het trouwens? Hier, die Landini, die is in de aanbieding. En een tellyhandel is in de aanbieding voor €39.000. Maar ja, waar halen we dat geld weg? Wou net zeggen. Even kijken, die saaimachine, dat is geen direct zaaien. Dus dat betekent eerst dat we ook nog eventjes in de Nieuw Holland gaan rijden. En dat we nog eventjes gaan ploegen. Dat veld wat ik net heb bemest. En dan gaan we in de volgende aflevering. Ik maak dat ploeg even af. En dan gaan we in de volgende aflevering gaan we dat inzaaien. Hoe gaat het op het veld? Ik ben bijna al op de helft. Kijk. Oh god, god. Wat is gaat het ook niet zo hard met dat ding. Wat is het ook een kleine schuur, ja. Oh, doe. Hé, maar dit is allemaal wel leuk en aardig, maar volgens mij past het helemaal niet. Oh jee. Yeah. Jawel, ik ben er ook doorheen gekomen. Ja, maar die ploeg die is veel te hoog, denk ik. Oh! Dan moet ik hem even op laag doen. Oh, wat erg. Even de tandjes poetsen hoor, anders past die niet... Oh! Wat gebeurt er? Als ik hem dan omhoog doe, past die dan door de uitgang? Nee, iets omlaag. En naar voren en naar boven. Zo, dat doet hij wel goed. En deze Nieuw Holland, jongens, die staat in de modhub. Hier werkt ook alles, zoals je kunt zien. Het kniplicht en dat bovenste kniplicht betekent dat je dus een ding daarachter hebt waar die dan ook knippert. Wat hebben we nog meer eigenlijk voor knopjes? Het licht werkt allemaal. Gevaarlichten. Ik zie niet dat ding knipperen. Maar ja. Mocht je deze zoeken, staat er een modhub. En je kunt hier ook een Fiat Agri van maken, mocht je dat willen. Dus je kunt hem of in Nieuw Holland blauw of in rood Fiat Agri. Of van alle twee, wat jij wil. Dat kan ook. Het is wel grappig, dat zie ik nu toevallig. Er zit hier een schermpje in dat er GPS op zit, dus het klopt wel. Dus gaan we ook op GPS, gaan we ook even ploegen. Dus doen we Alt-C, Ctrl-S en dan doen we die automatische werkbreedte. Oh. Nee. Stop. 90 graden. En toen deden de lijntjes het niet. Waarom zie ik geen lijntjes? T-tube. Alt-C. Even aan en uit. En anders doen we het gewoon zonde. Nee, geen plululup. Van mij heb je GPS kapot gemaakt, schat. Hij doet het niet. Ja, doe ze Alt-E dan. Ctrl... Ik deed ook Alt-E en toen werkte het in één keer bij mij. Alt-E. Alt-E, Ctrl-S. Maar ik kan geen... 90 graden... en een lijnen staan. Nee, hij doet het niet. Ik zie geen lijnen. Dat is raar. Nou, is niet zo erg. Dan doen we het lekker zonde. Nee, wacht. Nee, wacht. Ik wil nu ook weten of ik het heb kapot gemaakt heb. Ik krijg die voor elkaar. In ieder geval. Even kijken. Alt-C. Alt-S. Die aan. Maar als ik 90 graden zet, dan loopt hij te piepen, maar ik zie geen lijntjes. Alt-X. Oh, ik zie wel lijntjes. Maar ze staan alleen de verkeerde kant op. Wacht even. Of komt het omdat dat jij... Sinds wanneer... Maar jij ziet nu volgens mij geen lijntjes als jij in staat, of wel? Nee, ik zie nu geen lijntjes neer. Maar het kan zijn omdat jij erin hebt gezeten, hè? Dat jij eerst de GPS uit moet zetten. Ik zet hem eens uit. Oh. En nu? Als ik hem nou eens instel, Alt-C, even opnieuw opstarten. Maar ik had hem al uitgezet, dus... Het moet werken. Maar ik zie ze wel, hoor. Dan want ik hoor direct... Blubblub. Als nu 90 graden zet. Heb je wel lijntjes aangezet? Ja, zeker. Oh, maar mij doet hij het wel, dus jij hebt het gewoon kapot gemaakt. Oh. Ja. Ik dacht dat ik amateur... Ik ben een amateur in farming. Ik had de lijntjes niet aangezet. Waarom staan die lijntjes helemaal onderaan? En waarom staat dat daar? Is dat altijd zo geweest? Wat erg. Ja, dat was altijd zo. Want schakel stuurbegeleiding in, dat is Alt-X. Klopt. Wat is de hel? Moet ik hem dan op 30 graden zetten? Of nee, wat is de hel van 90? 45 graden. Nee, dat klopt ook niet. 90 graden. Oh ja, en dan druk ik op die knop. Nou klopt hij. Goddomme. Ik heb van de week heb ik nog GPS gebruikt en ik zit helemaal met de kutten hier. Nou, hij werkt in ieder geval. Dat is mooi. Kunnen we in ieder geval op GPS ploegen. Nou, en zoals jullie kunnen zien doe ik om en om. Want dat doe ik eigenlijk altijd. Als ik GPS heb, dan wissel ik altijd om van rijbaan. Dat doe jij eigenlijk ook, hè? Dat is net iets makkelijker. Nee, niet altijd eigenlijk. Maar in ieder geval, dan is dit veld geploegd. Dan kunnen we dit ook insaaien de volgende keer. Zoals je kunt zien heb ik hier aan de rechterkant een klein strookje niet meegenomen qua bemesting. Maar dat is niet zo heel erg. Dan kunnen we de volgende keer dit gaan inzaaien. En dan moet alleen dat veld waar Rosa mee bezig is, moet ook nog even geploegd worden. Omdat we natuurlijk geen direct drill hebben. Of gecultiveerd, dat kan ook. Alleen ploegen ziet er toch mooi uit voor de oogjes dan stomme cultivator. Dus dit ziet er ook verzorgd uit. Zo. En dit stuk nog meer. En langzamerhand tekenen we het veld in. Want de trailer zit ook bijna vol. Of die zit eigenlijk vol. Dus daar moet ook weer gelegen worden. En dan komt er weer wat geld bij. Ik hoop dat de prijs iets gestegen is ergens. Dat zou wel mooi zijn. Nou ja, zoals je kunt zien hebben we voor nu, voor de eerste aflevering, hebben we hartstikke mooi werk te verrichten. We zijn alle twee druk bezig. We hebben een beetje afgewisseld met elkaar. We zien elkaar altijd. Hi! 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 Mop mop! Mop mop! Zo. En ja, weet je, we zouden natuurlijk een helper kunnen gebruiken als dat nodig is. Maar ja, dat is gewoon zonde van het geld. Want we hebben nog geen maaiers, we hebben nog geen kippen om bijvoorbeeld extra geld te krijgen. Of kassen, of weet ik veel wat. Dus dan kunnen we beter eerst investeren dan in zo'n stomme helpen. Het ligt natuurlijk ook aan hoe vaak Rosa meedoet. Wat ik ook zei, ze zou niet altijd meedoen. Maar met z'n tweeën gaat altijd alles een stuk makkelijker dan in eentje. Dat wel. Maar ik probeer zo min mogelijk een helper te gebruiken. Want dat kost alleen maar geld. Nou, en als laatste doen we nog eventjes een trilletje verkopen. De Nieuw Holland die staat daar. Het ploegen is klaar. Dan kan Rosa dit afmaken. Of voor mij 1000 liter. Ja, nee, dat was heel weinig. Oh, wauw. Dat was, voor mij was dat 500 liter. Dat was niet veel. Nee. Even kijken of de prijs nog ergens verbeterd is. Sojabonen 11,98, 12,03. Dat is nog hetzelfde. Dragon's Elevated Grain Silo. Nou, klep erop. Zwaailampjes aan. En dan verkopen we dit nog even. En dan we call it a day. Yes. No. Of eigenlijk moet jij dat zeggen. Want jij zegt er veel beter als ik. Nee, laten we dat maar niet doen. Adje bij Atjoe. Atjoe. Rosa die kan heel goed het Engels accent nadoen. Nee. Voor dat bekakte. Jawel, dat is wel waar. Nee. Oh, wat doet die bus? Waarom gaat hij met 5 km per uur of minder de bocht door? Wat is dat nou weer? Een paar deuken erbij en die trekken. Ja, dat scheelt er niet veel. Grens, hè? Ja, dat scheelt er niet veel. Nou, en dan als laatste nog even kijken hoeveel geld wij hier vanaf kunnen krijgen. Hetzelfde. Ja, voor mij is de prijs iets verhoogd, toch? Oh, wacht, ik moet eerst even kijken. Wacht even, wat hebben we net gekregen? We hebben net 96,81 gekregen. Ik ben benieuwd hoeveel we nou krijgen. Mooi trekkertie, mooi trekkertie. Met die oude pijp. Die altijd loopt te trillen en die een goede heer is. Nou, dan zitten we toch al over de 10.000 euro, schat. Wat goed. Ja. En dat in één aflevering. En dat in één aflevering. Kijk. 98,50. Dus 200 euro meer. Nice. Maar ik stel voor, schat, dat jij de video afsluit. Zoals ik altijd doe. Moet ik de afsluiten? Maar ja. Ik kijk jouw video's nooit, dus ik weet niet hoe je afsluit. Oh. Sorry, ik kijk ze nooit. Oh. Oh. Nou, dan doe ik het, maar dan doen we samen kalm, oké? Ik denk het wel, dat ik het weet. Nou, doe eens een gokje. Dan rijd ik vast verder. Dit was de video voor vandaag. Doe allemaal even een duimpje omhoog. Allemaal even een subje. Of subje? Nou, ja, hetzelfde. Laat maar. Even abonneren hier beneden en tot de volgende. Zeg jij zoiets? Ja, ja, bijna goed. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. De allereerste aflevering samen met mijn wafi. Zoals dat ook wel eens wordt genoemd, hè schat? Mijn wafi. Met Hobo's Hollow heet deze map, staat in de ModHub. Mocht je dit natuurlijk een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker eventjes, zou ik super tof vinden. Rosa, bedankt voor het meespelen. Het was hartstikke gezellig. Nou, en wanneer Rosa de volgende keer... Ja, dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. En wanneer Rosa er weer bij is, dat zien jullie vanzelf. We gaan het zien. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm. Kalm.